Katwijk spelend in het wit. En de eerste mogelijkheid in de wedstrijd, die is meteen raak. Het is El Azouti. Overgekomen van de IJsselmeervogels met D0. Nou, wie staat daar vrij? Is het 2-0? Ja, het is 2-0. De assist is van El Azouti en Van Mil heeft hem te pakken. De eerste competitiegoal. El Azouti geeft hem mee en Mengeling. Marciano Mengeling, ook hij is dodelijk. De marge is weer 2 in het voordeel van Katwijk. Dit is sterk, dit is heel sterk. Afvallende bal, waar zijn de mensen? Hier! Het is 1-4, Suzanne. De aanvoerder. Van der Meer. Goed ineens doorgespeeld. Ja, het is een goede aanval. En Borgman is te laat. Het is El Azouti. Een typische El Azouti goal. Sulaiman is erbij gekomen. Dat is deze speler. Oudspeler van OFC met een goede hakbal richting Van der Meer. En, oh, wat een goede goal zeg. Het is de invaller Freeriks, de oudspeler van Utrecht. Pieter daar nog weinig aanleiding toe. Dit is Freeriks met de voorzet op El Azouti. En dan is het 1-0 voor Katwijk door Ahmed El Azouti. Christina weer, Christina nog steeds. Christina met de 2-2. Ja, dat is een mooie solo. Dus mag Katwijk nog een keer. Lange bal van achteruit. El Azouti, 7e minuut blessuretijd. Daar is Freeriks en daar is de 3-2. Daar is de zegen voor Katwijk bij Spakenburg. Met de overwinning naar huis. En hier zijn ze hard op weg om met die 3 punten weer terug te gaan naar het westen. Het doelpunt gemaakt door Robert Suzan in de 56e minuut. Kilian Van Mil. Kilian Van Mil, jawel. 2-0 voor VV Katwijk. En wat een eenmansshow was dit van Kilian Van Mil. Van Mil. Kan zijn tweede maken, maar geeft hem opnieuw af aan Marciano Mengering. Want dit gebeurt allemaal in de extra tijd. Voor gevaar zorgen. Hier een diepe bal. Dit gebeurt allemaal in de openingsminuut van de wedstrijd. En dan is het Tim Freeriks die raak weet te schieten. De aanval. Daar wordt geappelleerd voor Hens. En wordt doorgespeeld. En dan is het Ahmed El Azouti 1-0. Wat een wilde voor de ploeg van Anthony Correa. En 10 minuten later is het al 3-0. Kai Blokland. Kunnen ze zich oprichten? Dat is dan de vraag. Maar ja, die vraag wordt beantwoord met nee door Kilian Van Mil. Katwijk vlijmscherp, met name in de eerste helft. En in de tweede helft komen ze zelf nog op 5-0. Rick van der Meer geeft het laatste zetje. Dan levert Adjete in, gaat de aanval door en kan Katwijk schieten. Oh, Kibo met de fout en El Azouti. Minuten later deze vrije trap. Beland op het hoofd van Mengering. De vrije trap is van Kok, een andere invaller. En Mengering haalt toch een beetje zijn gram. Doorgaan. Marciano Mengering. Marciano Mengering. Deze bal lijkt me haalbaar, maar hij zit er wel in. Marciano Mengering zet zijn handtekening onder deze wedstrijd. En daar staan al die coaches die hem wel opgesteld zouden hebben. Flipperkast. Potjes in duel met Mengering. Mengering wint. Freeriks 1-1 met Van Willigen. En dan is het onvermijdelijke gebeurd. Is het natuurlijk dik verdiend dat Katwijk op 1-0 komt. Via invaller Schet opnieuw Van Lingen. En dan Van Haren. En dan is het 2-0. En dan mag GVVV alle hoop begraven onder het kunstgras van de Krom. Weer Van Mil. En let dan goed op wat Mengering vooral niet doet. Hij laat die bal heel goed lopen. En Sinteur loopt binnen. En zo de voorsprong na iets meer dan 10 minuten. Nog altijd Wijstra met bal. Rapper dan de verdediger van Noordwijk zonder. En dan is het 2-0. Sulaiman viert het
met het publiek van Katwijk. En dat lukte in de eerste helft goed. Wat doet Buitenhuis daar? Oh, wat een domme fout zeg. En dan is het El Azouti die het af mag maken. Ahmed El Azouti. Bal niet op de stip leggen. Dan Wijstra. Wijstra. En hoe staat die vrij zeg? El Azouti met zijn tweede. En hij is het die deze wedstrijd uiteindelijk beslist. Richting de eerste paal en daar helemaal vrij. Het is 1-0. Goeie goal van Mil. Katwijk. El Azouti met de kans. 2-1. Het is een 82e goal in de Jacks League. Suzanne, Suleiman. Nou, wie? Ja, het is Van der Meer. Eindelijk, maar toch in de slotfase. De winnende goal waarschijnlijk. Excelsior Maassluis, Dogan Konijen, die blijft. En het schot dan, en dat wordt nog aangeraakt onderweg. En dan is het de 1-0. Van Lingen. Hoek is moeilijk, lijkt een hensbal te zijn, maar dan krijgt hij hem toch erin, zeg. Ongesitse Van Lingen. Heel ver in blessuretijd, in de 95e minuut, zorgt hij voor de 2-0. En daarmee wint Katwijk voor de 12e keer dit seizoen.